Yo, de mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video met mijn kanaal GamesView. En in deze video gaan we in een TDM potje snipen op de Call of Duty Black Ops 3 met de Locust Sniper Rifle. Met natuurlijk face camo erop, omdat wij horen gewoon in face. Wij zijn zo goed in snipen. We gaan kijken of we er goed van gaan bakken. Dus ik zeg tot in het potje. Zo mensen, we zijn natuurlijk in het potje gekomen. Helaas is dit potje al begonnen, maar we gaan natuurlijk gewoon proberen een dikke feed, niet set of zo, gewoon perfecte score met de sniper proberen te halen. Ik heb trouwens ook de RK5, jezus, wat heb ik met die RK5? RK5 heb ik ook aanstaan, puur als we gewoon misschieten of zo. Zoals dit, komt hier nog een keer. Oké, ik ga natuurlijk wel proberen te quiz kopen, hards kopen zoals net, dat moeten we niet hebben. We moeten wel gewoon die faceplace neerzetten. Oké, RK5. Sorry, maar ik moet echt inkomen met die sniper hoor. Ik ben echt slecht in snipen. Oh, teammate lekker. 1 kill. Nee, oh, hij moest iets naar links lopen, dan hadden we nog gehad. Oké, we hebben 1 sniper kill, dat is natuurlijk mooi. We gaan 2 om 1. Maar we moeten natuurlijk wel even die beastplace neerzetten. Oh shit. Oh nee. Razorback. Oh shit. Kom op man. We moeten dit kunnen. Dit is op de map Hunted. Best wel redelijk een chille map om te gaan snipen. Vind ik persoonlijk. Dus hey, dit moet toch goed komen. Kom op jongens. We kunnen dit. Hardscope. Teammate, heb je hem? Laat je kop zien dan. Laat je kop zien. Hij is al lang dood. Hij is niet dood. Ja. Ik ga altijd met mijn mond open, zo van, ho, ha, hier, hoe, ha, als ik misschiet. Dat is echt mooi, jongen. Geen hand te zien ook. Waar is die guy? Span hier. Fuck, teammate, heb je hem? Lol, hij spannen bij zijn eentje. Ik dacht dat het hele team daar span, nou, hè. Daar hebben we echt geluk gehad. Oké, ons team staat wel voor, dat is nice. Oh, die was clean, nou, hè. Zie je wel, we kunnen wel in face. Niet al onze kogels die we schieten gaan mis, behalve de meeste wel eigenlijk. Maar we kunnen op zich wel raar schieten, dus dan moet het gewoon zien te bewijzen dat we in face kunnen. We hebben de face camera er al opgezet, dus onzichtbaar, kut, mis. In zijn rug, teammate. Hier spannen ze denk ik. Oh shit, nee! Oh my god, ik had het veel te laat door. Want je kan zeg met TDM heel mooi zien wanneer ze aan welke kant spannen, dat is wel nice. Dus je moet gewoon de spans uit je kop leren, zodat je weet waar ze spannen. Teammate, help me dan! Je hebt een normaal wapen! Oh my god. Hij is ook dood. Wat de koning, ouwe. Die vent, jongen, die dacht van, oh, wat de fuck moet ik doen? Hardscope. Wel een nice headshot op zich. Oké, oh shit, oh shit. Teammate, heb je hem? Waar is de guy? Oh shit. Teammate, waarom heeft niemand hem? Oh, oh! Kut, we hadden erbij. Oh, mijn team is gingen dood door hem, hè. Hij had echt fucking... Ik had echt geluk dat ik hem nog had kunnen snipen, man. Holy shit. Kut. Nee, team. Echt, het is zo moeilijk om te gaan snipen. Ik doe dit bijna nooit, maar... Soms hebben we wel van die mooie killtjes ertussen zitten. Maar ik ben echt scheef met dit ding. Dus echt niet... Teammate, er zit één... What the fuck? Hij mapt net mijn teammate down, maar... Nee, tegen een Man of War kan ik echt niks doen, jongen. Het is echt knijters moeilijk. Dus af en toe moet ik gewoon die RK5 erbij gaan pakken. Wil ik nog überhaupt iemand kunnen killen. Je kunt ook gelijk zien dat we gewoon gelijk helemaal achter staan. En toen net stonden we nog voor, hè? Besef. We staan nu gewoon alweer 10 kills achter. What the fuck is ons team aan het doen, ouwe? Kijk, zie je? Soms kan ik wel snipen. Nee, die Man of War, die Toxic... Hoe heet die? Toxic Tomate. Die guy is goed. Oké, even onzichtbaar. Gaan we hier staan aan bot. Als we daar een collateral hadden, jongen, dan dacht ik, kon je me echt oprapen. Zo van, yo, what the fuck. Dat zou echt nice zijn als we die hadden gehit. Dan ben ik gek. Dan ben ik serieus gek. Oh, ik heb direct door, ouwe. Je kan hem af en toe nog een beetje zien, weet je wel, als hij onzichtbaar is. Dus dat was wel nice dat we hem nog hadden daar. Nee, niet meer killen. Ah, oh, kijk, Manowar. Manowar is echt goed, jongen. Manowar is te overpowered. Hij is gewoon te goed. Maar we rushen er wel lekker op af met de sniper. Misschien moeten we iets minder gaan rushen. Willen we nog wat beter gaan snipen? RK5, fuck it. Oh, lekker teammate. Van dichtbij kan... Ja, we moeten het gewoon proberen. We moeten wat meer met de sniper gaan. Oh, shit. Hop.
Kut. Nee, teammate. Hij was ook aan het snipen. Dan konden we sniperbetten doen. Dan kom jij er weer met je bakken samen met je normale wapen. Dan kan ik hem niet snipen. Proberen te snipen. Kut. Oh shit, ik sla mijn microfoon. Dat gaat weer helemaal fout. Kom op, teammates. Ik sta 12 om 12. We staan neutraal, jongens. Niks tegenaan. Gewoon doen. Kom op. Mania, kom op. Kill ze. Oké, nee. Lekker bezig. Kut. Ja, het is zo lastig. Als je met de sniper één kogel al mist en die guy kijkt al naar je toe, dan heb je bijna geen kans meer. Oké, teammates, kom op. Doe het. Het is zo... Oh my god, wat er nog. Kut. Maar het is zo... Ik vind het echt... Snipen is op zich wel leuk als je het kan. Maar dit is zeg maar een soort van training voor mij, hoor. Want ik snipe echt nooit. Oh, lekker teammate. Ik zag hem niet meer. Er komt niet meer nog iemand aan. Hier beneden. Nee, 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 nee. Oh, hoe de... Ja, het is zo lastig, hè, dit snipen. We staan ook echt knijters uit achter. Kom, laat je kop zien. Oh my god, hitmarker, you fucking real. Ik zat op zijn benen. We moeten gewoon nog meer gaan hardscopen, ouwe. Quickscopen is wel leuk, maar je moet het wel kunnen. En ik kan het echt niet. Hots. 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 What the fuck was dat, ouwe? Zet er gewoon een dikke place neer daar, jongen, gek. Laat je kop zien. Doei. Fuck hardscope, jongen. Gewoon doen, jongen. We krijgen die kills gewoon daardoor. Oh shit, zit hij hier? Nee, 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 nee. Noscope. Ja! Noscope hier, gerecht, jongen. Wat een man ben ik, jongen. Oh mijn god, wij zijn te goed met snipen, ouwe. Oh, die shit. Ik wil door die muur een kill hebben, ouwe. Dat zou echt nice zijn. Dat lukt me niet. Zit hier iemand? Nee! Oké, dat had niemand gezien. Ik wou een noscope hitten en hij killt mij. Hij turnt mij gewoon. Oké, nog één kill, maar wij hebben helaas verloren waarschijnlijk. Die teammate van mij loopt vol naar binnen met zijn RK5 en hij wordt nog geowned door een sniper. Kijk deze kill, ik wil hem zien. We gingen wel gewoon positief. En ik ben zo goed in snipen, man. Dat is niet normaal. Kijk, die guy had hem makkelijk moeten hebben. Hij schiet 2 burst, 3 burst mee. Oh my god, wat doe je dan fout, vriend? Ik snap het niet. Ik snap het niet. Oh, die is best wel sick. Tjoe, tjoe, tjoe. Maar jongens, dit was natuurlijk het TDM-potje die we gingen snipen. Hopelijk vond je deze video leuk. Ik ben natuurlijk echt een super goede sniper, zoals je kon zien. Dus geef zeker een duimpje omhoog. 1 like is 1% meer kans om op in face te komen of zo. Verzin maar wat leuks, jongens. Vergeet niet te abonneren. Check mijn social media, zou super tof zijn. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mensen.